Nou, zoals u weet, wij van de Partij de Hoer strijden altijd voor het volk. En in deze situatie heeft het volk gewonnen. Dus ik wil het volk feliciteren. Dat het volk geen angst meer hoeft te hebben. En dat ze gaan stemmen op mensen die gaan weglopen of ja, voor geld of wat dan ook. In elk geval, ik ben bijzonder erkennelijk en dankbaar dat er nog recht is in Suriname. En nu dat ze hun zetel moeten inleveren, wat zal er nu gebeuren? Wie is de volgende op de lijst voor DNA? Nou, dat is een lid van de VAP, want we waren in VC voor verbanden verkeer ingegaan. Ik geloof dat is dokter Mahab Ali of zoiets. En in Saramata is de plaats van de Kieden, de Sarju van Yarikaba. En zal daar invulling worden gegeven zo kort voor de verkiezingen nog? Ja, zolang het recht toelaat. U weet, we leven binnen de rechtsregels. En als we niet oppassen in alle handelingen die Sapoen in de jaren gepleegd ongeldig of onrechtmatig. Met meneer Waidu zijn in totaal drie parlementariërs van de Partij Alhoer overgelopen en hebben de coalitie ondersteund. Met meneer Waidu hebben we nog geen we hebben nog niet naar de rechter voor hem gegooid. Ja, klopt. Maar wat zal de PL doen om dit in het vervolg te voorkomen? Want we zien dat bijvoorbeeld de VHP een contract heeft getekend met de kandidaten. Kijk, voor ons is het om de VHP of de NPS. Voor ons is de bescherming van de rechten van het volk. Ja, je kan niet zo omgaan met de rechten van het volk. Ja, je belooft het volk stem op mee, dan ga je dat doen, dan ga je dit doen. Als het volk op je stem, dan ga je de stemmen verkopen. Dat is geen zaak. Dus concreet heeft PL niets dat ze aan de kandidaten voorhouden. Wanneer ze de verkiezingen ingaan, is het gewoon dat jullie, als ze mochten overlopen, weer gewoon naar de rechter stappen? Dat sowieso. We moeten sowieso de wet weer gaan veranderen. Je weet dat we de wet van terugroepen proberen te wijzigen. Ja, we gaan dat weer rechtsgeldig maken. 1 en 2. Alle DNA, alle vertegenwoordigers van het volk moet bij ons een soort kaalpluk contract tekenen. En een akte van belofte. Wat houdt dat contract bij jullie in? Dat houdt in, meneer, als je overloopt naar een andere partij en de zetels aan je opvolgers overlaat, dat is niks aan de hand. Maar als je meegaat met de zetels en je zetels de stemmen verkoopt, dan moet je wel betalen voor. Voor vandaag is er een vergadering uitgeschreven in DNA. Wat wij willen doen is vandaag om het parlement voorzitter te vragen om de vergadering voorlopig uit te stellen in afwachting van het officiële vonnis. Als wij dat in handen mogen hebben. Maar het was voor 10 uur uitgeschreven. Hebben jullie dat inmiddels al gedaan bij de voorzitter? We gaan hier naartoe.